NTR. Allah houdt innig van de mensen die continu, constant om vergeving vragen. Op dat moment kreeg ik een soort van flashback van alles wat ik in mijn leven had meegemaakt. En ja, toen schoot ik vol. Onderweg daarin dacht ik al, waarom ben ik meegegaan? Het is niet iets wat ik normaal doe. Je kan wel shisha klaarmaken, maar je kan niet bidden. Snap je? Zo kijk ik ernaar. Wat voor mij een beetje een persoonlijke issue was, hoezo voel ik me wel vrij genoeg om hier naar binnen te lopen, maar ik ben de moskee niet ingegaan. Het is de herdenking vandaag bij het Indië Monument. Ik ga niet. Ik krijg het niet over mijn hart. Ik heb eigenlijk één woord ervoor. Het is één grote mindfuck. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. In Nederland wonen bijna 1 miljoen moslims. Maar wat betekent het om moslim te zijn in het Nederland van vandaag? Stel je voor dat ik zou zeggen, ik wil geen vrouwen hand geven. Wil ik niet. Ik ben een feministische moslim, maar ja, ik kom echt wel op voor de gelijke rechten. Komt nog goed, Misha. En wanneer ben je een goede moslim? Jij moet bidden. Jij moet hajj doen als je daar de mogelijkheid voor hebt. Ik geloof niet in een islam die mij forceert om naar een moskee te gaan op een vrijdag. Ik vind gewoon dat er plek moet gemaakt worden voor een orthodoxe moslim. 8 Nederlandse moslims komen samen in één huis. Hij is moslim en hij werkt achter een bak. Dat kan niet. Ik ben salafist. Hoi. Ik ben lesbisch voor jullie informatie. Ze brengen samen 10 dagen door om een antwoord te geven op deze belangrijke vragen. Ik vind wel bepaalde dingen zijn heel fundamenteel aan het zijn van een moslim. En jouw gebed is daar gewoon één van. Het is dag 8. Vandaag neemt Fitria het initiatief voor een uitstapje. Goedemorgen. Wat hebben tussen daar maar even? Ja, echt hè? Een van de mooie dingen van de islam. Salam. We blijven aan de gang. Nou jongens, goedemorgen. Salam alaikum. Salam. Ik wil jullie graag meenemen in een activiteit dat heel erg te maken heeft met mijn interesse en wat ik eigenlijk doe om klimaatverandering tegen te gaan. Daar heeft mijn werk heeft daar alles mee te maken. Ik werk als projectmanager communicatie in het dagelijks leven bij de Stichting voor Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Ik zou mezelf niet heel snel omschrijven als groene moslima, maar ik vind duurzaamheid en groen en zorgen voor het milieu vind ik wel heel belangrijk. Doordat de islam ons eigenlijk leert om verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden, dus wat we ook elkander, maar ook de wereld aanrichten, dat daar moeten we verantwoording voor afnemen en niet alleen maar opkomen voor onze eigen rechten. Ja, daar kun je niet omheen, als moslim zeker niet. Fitria neemt de groep mee naar een lokale boerderij die biologisch dynamisch werkt. Ik ben Fitria. Ze doen aan zelfvoorzienende landbouw. Hi, Jimmy. De biologisch dynamische landbouw volgt nog strengere normen dan de biologische. Het biologische houdt eigenlijk op bij geen kunstmest en geen geen spuiten. Ja. Goed, dat doen we ook. En hoor ik nou ook biologische kippen? We hebben ook biologisch dynamische kippen. Oh, ze hebben alle vrijheid. Ja. Wow. We hebben dus meer vrijheid als een biologische kip. Ja. Ik voel een kipgril aankomen. Verkoopt u de kippen ook? Wel, maar niet aan jou. Ja, ze denkt, ik beland hier op de barbecue vandaag. Nee, maar ik weet wel met halal, hè. Wat weet u van halal? Ik heb me voorbereid op halal. De kippen zijn dan super halal eigenlijk? Die zijn hartstikke halal. Alleen, wat is super halal? Alleen dat slachten van halal, dat kan ik niet. Okay. Want ik kan de gebedjes niet. Ik vond het interessant dat die meneer een versie van kennis had over halal. Maar ik vond het wel belangrijk dat we het nog eventjes goed moesten benadrukken van wat halal is. Halal is altijd. Je hebt 3 grote facetten. Ja. Voor het leven, hoe je slacht en daarna. Maar gewoon het slachten van, want dat is vaak waar het een beetje anders is. Is dat je een dier eerst wat te eten en te drinken geeft. Het dier mag ook niet zien dat het wordt doodgemaakt. Dus je mag het mes niet laten zien of wat dan ook. Zodat er geen schrikreactie is. En daarna zeg je in de naam van God. Wanneer je dat hebt gedaan, dan zorg je dat de slagader is opengesneden, dat er geen zenuwreactie is, dat het beestje geen pijn meer kan lijden, in één keer niet meer. En dan laat je het uitbloeden. Dus het moet een scherp mes zijn, we moeten in een omgeving zijn dat het rustig is en dat het totaal geen angst voelt richting Mekka, richting de Qibla. En als die dingen samenkomen,
dan heb je op een juiste manier geslacht. Op onze boerderij doen wij precies hetzelfde. Alleen dan die richting Mekka doen we niet. En dat gebedje doen we niet. Nee, okay. Het mooie was om te zien dat er uiteindelijk heel veel raakvlakken waren. Eigenlijk bijna één op één hetzelfde waren als de islamitische manier van kijken naar een dier zelf. Dus dat het dier een goed leven heeft moeten leiden. Tayyib, dus dat het verder gaat dan alleen halal. En dat ook dat er een aantal voorwaarden aan de slacht verbonden zijn. De boer stelt aan de groep voor om samen aan de slag te gaan op het veld. Oeh, we gaan aardappelen oogsten. Oh, geweldig. Dit zijn de aardappelen. Naar de handen uit de vrouw stropen. Patata. Lekker verse friet met kip. Kip. Wat gaan we doen? De kisten vullen. Heel goed. Yes. Hij heeft ook gratis werknemers gevonden. Dag. Dit ga ik niet doen. Maar ik werk niet eens voor geld. Ik ben werkloos. Echt gewoon field niggers. Kom. Wij moesten aardappels plukken. Ik begreep de toegevoegde waarde van dat totaal niet. Het leek voor mij meer zoiets van, hey, verdien even je rondleiding terug. Ik vind het een beetje raar, sorry. Zo'n stereotyp. Waarom ben je boos? Wat is er, Larry? Wat is dit? Allochtonen die in een veld werken. Hé, hey, vriend. Hey, wat is dit, Lan? Nee. We gaan niet... Wat is het probleem? Serieus? Ik vond gewoon echt respectloos gedrag vertonen. Daar zal ik heel eerlijk in zijn. Ik snap dat je niet altijd zin hebt in dingen, maar daar kan je ook gewoon op een respectvolle manier mee omgaan. Nu stonden ze een beetje met z'n tweeën bij, zo. Ik denk van, ja, wat willen jullie nou? Het verpest echt een beetje de sfeer in de groep. Doen we het een beetje goed, meneer? Ja, hoor. Zijn we een beetje snel? Goed, snel genoeg. Yo, luister, dit is gewoon gratis extra werkhanden. Zeg je nooit nee tegen? Ja, jou wil ik gewoon even niet horen. Ja, heb je pech gehad? Hajir, nu vind ik wel even dat je te veel praat. Ik vind dat ik niet genoeg praat. Ja, maar je hoeft helemaal niks te vinden nu gewoon. Ja, echt wel? Nee. Wacht, sorry hoor, ik wist niet dat we in 1945 Duitsland waren. Ik kom me wel flink storen aan de attitude van Hajir. Dat hij niet mee wil doen is één ding. Maar dan vervolgens, ja, met een geintje. En dan, ja, van die aparte grapjes eigenlijk. We zijn aan slavenarbeid. Gewoon even bewegen, niks slavenarbeid. Het was even, ja, eigenlijk, we begonnen een beetje negatieve aandacht te vragen. Wist dat je van aardappelen ook drank kan maken? Oh, daar kan je wel over praten. Can we please all just shut up? Jij hebt nooit een aardappel. Dank je. Je hebt iets van de grond afgepakt en in de krat gezet. Aiman. Jouw gedrag noemen we in Indonesië gewoon resse. Mm. Weet je wat resse betekent? Vertel. Zeg je moeder wel eens tegen jou, wat doe je resse? Nee. Gewoon irritant, tot op het punt dat je gewoon echt afgemaakt moet worden. Dat is resse. Ja. Resse. Maar ik heb er niks mee, ja, sorry. De weigering van Hajir en Arbi om mee te helpen valt slecht in de groep. Jamil wil het uitpraten. Ik merk dat ik eerlijk gezegd nogal in mijn irritatie zit van net. We worden hier uitgenodigd door een ontzettende lieve boer die op een bepaalde manier landbouw bedrijft. Wat mijn ooms nu nog steeds doen, wat mijn voorouders gedaan hebben. Het is eigenlijk een onderdeel van mijn geschiedenis. Dus we gaan daar aan het werk. En ik snap bijvoorbeeld heel goed jouw vertrekpunt. Hè? Het beeld wat daar neer wordt gezet. Ik begrijp precies waar je vandaan komt, broer. Er werd neergekeken door de Turken op ons Arabische Turken. Fellah als scheldwoord. Wat je zegt, Arabië, wat ze in Marokko doen. Ah, die boeren. Het is een onderdeel van mijn identiteit. Ik ben er trots op. Ik ben niet vies van om te werken. Al moet ik stront scheppen om geld te verdienen. Ja. Ik kom er wel. En waarom ik geïrriteerd naar jou toe was, broer, prima dat je niet wilt helpen. Maar dan sta je erbij alsof je als toezichthouder naar ons kijkt. Dat gevoel krijg ik er dan bij. En het begint te regenen en jij helpt niet mee. Dat betekent dat ik nog langer op dat land moet werken om weer naar binnen te kunnen. Dus dat gaat er dan door mijn oor. Dan denk ik van, hey, één team, één taak. Nou ja, kijk, ik ben uit nieuwsgierigheid ben ik meegekomen. Ik dacht van, nee, ik kan altijd wel wat leren. Maar waar mijn weerstand vandaan kwam, was om gratis werk te verrichten. Gratis werk? Ja, zo voelt het voor mij. Wat is die symboliek van gratis werk voor jou? Waar staat dat voor? Welkom op mijn land. Ik laat jullie alles zien. Ik geef jullie gastvrijheid. Er zijn camera's, er is alles. Werk even op mijn land ervoor. Ik hoor dan gelijk ook de term, ja, maar het is wel zo gastvrij. Ik heb nooit mijn eigen eten hoeven koken als ik ergens de gast was. Ik heb nooit mijn eigen bord hoeven afwassen. Hoefde niet, heb het vaak genoeg gedaan. Maar we zijn te gast.
Kijk, ik snap prima dat het overkomt als, hey, als je stond er een beetje bij en die keek ernaar en dacht zoiets van, pff, ik voel me hier te goed voor. Dat was alles behalve wat het was. Aan de ene kant sta ik daar te kijken van, ja, eigenlijk moet ik ze helpen, maar ik moet even over mezelf heen komen. Je zit ook in je eigen proces. Ja, ik moet even over mezelf heen komen, want ja, uiteindelijk blijft het wel lullig. En als mijn proces dunner wat dat betreft is om hele stomme grappen en opmerkingen te maken, dan laat me. Nou ja, je hoeft niet je hoeft niet op alles te reageren. Nou, jawel. Nee, je hoeft daar ook niet, zelfs op dat moment te reageren. Kijk, jongens, dat is op het moment dat jij dan zou reageren... Oké, ik ga nu ruzie maken in iemand anders huis, man. Dat ga ik niet doen. Ik ga ook niet ruzie doen, oké? Ga je zitten niet zo dramatisch doen, alsjeblieft. Laat me heel even uitpraten voordat je erop reageert. Daarom zeg ik, je hoeft niet op alles te reageren. Als dat mijn manier is en op het moment dat jij geïrriteerd bent of in je eigen irritatie zit... en niet doorhebt dat ik grappen maak met iemand anders... want zij lachten er gewoon om. En jij reageert te veel. Ja, ik vond je wel heel irritant. Ik was irritant. Dat had ik op een gegeven moment ook door. Maar ja, ik zit ook op dat moment met mezelf. Ik zelf vind het heel erg moeilijk vaak... en dat zeg ik nu ook gewoon als we het over irritaties hebben... en over dingen die mij hoog zitten. Ik vind het vaak heel moeilijk te rijmen dat mensen die claimen moslim te zijn... dingen niet doen die van ons wordt gevraagd van God. Wat ik in mijn hoofd heb van wat moslim zijn betekent... is heel erg gebaseerd op wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt... maar ook in mijn omgeving. En in mijn omgeving krijg ik qua geloof, qua moslim zijn... veel meer bevestiging. En op dit moment ben ik die bevestiging nog heel erg aan het zoeken in dit huis. Ik heb de afgelopen dagen het gevoel gehad... dat ik niet aan het samenwonen ben, want dat is in principe wat we nu doen, met moslims. Dat ik voel geen verschil... met als ik nu hier zou zitten met mijn collega's die niet moslim zijn. En kan je een voorbeeld noemen? Dat we liever buiten gaan zitten hangen en roken, shisha, weet ik veel allemaal... dan dat we gaan reciteren of samen het gebed doen. Nou, ja, sorry, dat vind ik moeilijk. Ik vind dat moeilijk, want... Ik rook toch geen shisha? Ik rook toch ook geen shisha? Nee, maar we zitten er wel omheen. Mag ik misschien iets heel onaardigs dan zeggen? Ja, tuurlijk. Get used to it. Ja. Het is gewoon een onderdeel van deze realiteit dat er ook mensen zijn die zichzelf moslim noemen of zich identificeren met het geloof. En die misschien niet de vijf zuilen gaan volbrengen of überhaupt... Mag ik even één ding vragen? Dus in jouw ogen ben ik geen moslim? Ik kan het gewoon niet rijmen. Als je zegt dat je moslim bent, hoe baseer je dat dan in je leven? Hoe maak je dan keuzes? Hoe speelt het geloof dan in je leven? Begrijp ik het wel of niet goed op het moment dat jij tegen mij zegt, ik zie jou niet als moslim? Ja. Top. Dan weet ik het. Wat ga je doen? Gesprek is voor moslims. In de schuur kwam de aap uit de mouw. Het blijkt dat ik geen moslim ben. Dus toen stopte mijn gesprek eigenlijk met haar. Ik geef even naar hem toe, ja. Dag in, dag uit heb jij me aangekeken. En ieder moment dat je me hebt aangekeken, dacht je bij jezelf... ja, dit is geen moslim. Jij bent een leugenaar. Dat is wat je tegen mij zegt. Jij bent een leugenaar. Jij bent nu in een waanidee. Broer, ik weet precies waar dat gevoel vandaan komt. Ik heb daar ook gestaan. En dit ging ook over mij. En voor mij, weet je, Allahu Alem, ik heb haar leren kennen. Ik waardeer wie ze is, hoe ze in het leven staat. Ik zie dat als haar eigen proces, maar dat is haar ding. Dus daarom, het gaat er hier bij mij in, daaruit. Nee, maar daarom ben ik heel makkelijk klaar. Ik weet wat mijn band... Nee, maar broer, jij weet wat jouw band met je schepper is... Precies. Jij weet waar je vandaan komt en waar je naartoe wil gaan en waar je nu staat. Ik zeg je wel, zus, met respect, je moet tegen hem zeggen dat jij fout zat. Sorry, maar dat zat je echt. Ja. Be real with you. Het verschil tussen moslim en niet-moslim is de erkenning van God. De Koran zegt, een moslim is iemand die God erkent. Hajir erkent God. Dan zegt de Koran, een moslim moet doen en een moslim doet niet. Nou, dat voldoet Hajir niet volledig aan. Maar Allah disqualificeert hem niet, dus hij heeft het recht al helemaal niet om te zeggen, jij bent niet moslim genoeg. Je moet ergens beginnen, ook al is het bottom rock, weet Kijk, je. Nou, dat ontken ik allemaal niet, dat ontken ik allemaal niet. En nogmaals, ik vind het heel lastig om dit te vertellen. Heel lastig. Van hoe dat je zo... Ja. Ik wou dat ik me niet zo voelde. Dat wou ik echt. Het is ook niet erg. Maar ik vind het zo moeilijk. Het is moeilijk. Ook niet erg. Je mag zo denken. Het is ook helemaal niet erg. Mag ik even dit zeggen, Fitria? Wat je nu doet, is oké. De enige wat we moeten leren, is niet weg te lopen en weg te stoppen van onze fouten. En wat jij nu voelt oprecht, is de beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ja. En die... Ik vind die confrontatie gewoon moeilijk. Alhamdulillah. Goed. Maar weet je wat is met boys zoals deze jongen ook? Zij moet Allah net zo goed opnieuw leren kennen als een bekeerling. En als je ernaar kijkt, zijn alle sahaba, iedereen die profeet Mohammed heeft meegemaakt, waren allemaal bekeerlingen. Niemand van had islam voor hem. En jij, broer, ben je sterk genoeg om te zeggen, ik bepaal of ik Allah in mijn leven laat, ja of nee? Ja. Oké, yallah. Dan wanneer iemand jou disqualificeert op dat gebied,
Dan is dat hun probleem. Dan hoef ik daar niet bij te zitten. Is het ook. Dat is puur mijn probleem. Is het ook. Dat is mijn reden van... Mijn reden van weglopen is respect. Want ik dus je respecteert haar door ook te staan en haar niet uit te laten praten? Zij was uitgesproken. Ja, was haar antwoord. Meer hoefde ik niet te weten, meer hoefde ik niet te horen. Je hoeft niet begrijpen waarom ze zegt. Helemaal niet. Het ging niet alleen over hem. Hij heeft nu de vraag over zichzelf gesteld. Wat ook best wel courage is. Dat vind ik een hele moedige vraag. Maar het had net zo goed over mij kunnen gaan. Dus ik ben wel geïnteresseerd in, weet je, dan kan ik die vraag net zo goed stellen. Ja, weet je, het is die zin die jij zei in jouw antwoord van get used to it. Ja. Vind ik heel mooi, because this is what I'm doing. I'm trying to get used to it, or I'm gonna die trying, you know? Het is gewoon, ik word geconfronteerd met bepaalde dingen, bepaalde keuzes, bepaalde gedragingen die ik gewoon nog niet kan plaatsen. Dat komt omdat ik bepaalde keuzes in mijn leven heb gemaakt, waarbij ik alleen maar een select groepje mensen omga, waardoor mijn referentiekader van wat moslim zijn is zo gebakend is, weet je wel? Daarom kan ik het gewoon niet rijmen. En ik wou dat ik echt niet zo voelde. Ik wou dat ik niet zo dacht. Maar ik vind het heel moeilijk om daar overheen te stappen. En dit is wat ik met jullie aan het delen ben. Dat ik er gewoon moeite mee heb. Zus, weet je wat ik voor jou ga doen? Ik ga met jou dat hele hokje moslim ga ik helemaal kapot breken. Ja, doe maar. Doe maar. Het is een ontmanteling die nodig heeft. Hetzelfde met die boys die heel graag de oma willen helpen en naar Syrië gaan. Weet je waarom? Wat zij denken en voelen is niet slecht. Alleen je moet begrijpen waar het vandaan komt. Ja. En dan moet je die draden één voor één rustig. En broer, je moet haar ook de ruimte daarin geven. Dat zij daarin gaat groeien. Ja, maar daar hoef ik geen onderdeel van te zijn. Snap ik. Maar... vind ik heel terecht. Maar geef haar wel de ruimte dat wanneer zij zegt... Ze heeft alle ruimte. Nee, wanneer, ik heb wanneer, ze te maken. Wanneer ze naar je toe komt en ze zegt bijvoorbeeld... nu kan ik er anders over denken naar kijken, stoot haar niet af. Ik ben wel heel makkelijk daarmee. Ja, disqualificeert mij. Ik disqualificeer jou. Ik heb niks meer met jou te maken. Haar pad is haar pad, mijn pad is mijn pad. Hoe ik met mijn geloof in sta, zo ziet zij het niet. Maar daarom ga ik gewoon verder met mezelf. Dat is voor mij gewoon klaar. Simpel. Ja. Ik ben er heel makkelijk in. Heb je nog koffie? Oh. Is dit je kamer? Ja, broer, Allah, echt. Ik ben er wel echt gezegen mee. Alhamdulillah. Dit is voor mij wel echt een drempel, broer. Weet je, er is toch wel mannen en vrouwen in één gebouw, één woning. Ja. Maar ik wil wel ergens de lijn trekken, weet je. Ik wil niet een kamer delen, ik wil geen douche delen. Met andere guys, no issue. Mm-hmm. Maar we moeten ook, vind ik, als moslims echt de lijn trekken. Ja. En dit is gewoon mijn flat, zo zie ik het gewoon. We hebben één groot flatgebouw, dat is mijn eigen huis. Ja. De rest is gewoon gemeenschappelijke kamer, buiten de rest van Nederland. Dus ja, er ligt wel echt, echt, echt diep in overtuiging die lijnen. Dat is bepaald door Allah. Daar hou ik me ook echt aan. Wel een leuk uitzicht, denk ik, of niet? Ja, broer, ik zie er niet heel veel van. Dus wat staat daar eigenlijk? Een kerk. Dus dat, je hebt hier een mooi uitzicht op een kerk. Nu nog wel, broer. Islamisering komt eraan, broer. Zo. Ben je een beetje bijgekomen? Ja, gelukkig wel. Ja? Het is natuurlijk wel heel heftig, maar... De kraan is dicht. Ja, gelukkig. Ik ben uitgehuild, gelukkig. Mm-hmm. En ik heb het een en ander even van een ander perspectief bekeken. En eigenlijk zou ik heel graag met Hajir willen praten. Maar ik weet niet of hij daar nu klaar voor is. Dus ik laat het gewoon even. Ik denk dat hij wel even zijn ruimte nodig heeft. Ja. Maar dat gaat wel loslopen, hoor. Ik zou hem gewoon nu even... Ja. Geef hem even zijn space en dan gaat dat wel goed komen. Jawel, en anders trek hem maar zijn oren mee. Dat hoort er ook weer bij. Ja. Graage, een voormalige garage in Roermond, is een sociale werkplaats waar de verbinding wordt gelegd tussen werk, zorg en leren. Mensen met een ondersteuningsvraag of een afstand tot de arbeidsmarkt doen er werkervaring op en leren bij. Hallo, ik ben Johanne. Ik ben Marco Benend. Ik ben Fitria. Mooi naam. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het poetsen. Oh, je bent aan het poetsen. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Dat moet ook gebeuren. Dat is niet alles wat je doet hier, poetsen. Nee, en je poetsen, bedienen. Ja.
bijna alles even leeg. Wat vind je het leukste om te doen hier? Ik doe het liefste rappen. Juist. Rappen. Geweldig. Wil je alsjeblieft een klein stukje doen? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Doe ik graag. Ja, heel mooi. Doe het. Ja, heel graag. Ik ben Abdul, ook kom in Istanbul. Ik kan een beetje rippen, maar niet de hele boel. Ik loop straat met een pakken fruit. Voor de zand lekker, maar een bakje niet. Heel goed. High five. Heel goed. Yes. Yes. Heel goed. Wauw, talent hoor. Talent. Ja, ja. Nou, en dan zijn we buiten. Dit is onze bouwploeg, dus Wim. Hoi, Mohamed. Nigel en Wim zijn op dit moment bezig in onze tuin. Dus ik zou zeggen, jas uit en kom maar, help maar. Ja? Nice. Dus je hebt mensen voor de tuin nodig. Ja. Wat is er met moslims en handarbeid? Waarom verplicht iedereen ons dit? Werk voor je verblijfsvergunning. Ik stel vrijwillig om iedereen spullen vast te houden. Oké, goed zo. Oh god. Fijne kapstok hebben we toch? Jongen. Ben wel de kapstok. Weet je wat het leuker is? Veel leuker is dan bij Boerian? Nee. Omdat niemand verdient hier is aan, we helpen echt. We werken niet voor iemand centen, we werken gewoon echt voor de gemeenschap. Dit is natuurlijk voor de gemeenschap, toch? Klopt toch? Zo is dat, zo is het. Dat is toch prettig, man? Ja, ik ben blij dat ik dat kan doen. Hoor. Ik werk hier als vrijwilliger. Dus, Super. Doe je dit al lang, vrijwilliger weg? Nou, ik heb 2 jaar geleden heb ik 2 keer hersenbloeding gehad. Had het fijn geschild, anders had ik onder de snippers gelegen. Alright. Dus echt werken zit er niet meer in. En daarom kom ik hier vrijwilligerswerk. Mo, ik vraag me echt af wat je aan het doen bent. Jij doet gewoon maar wat, hè? Eerlijk. Echt niet? Jawel. Jij doet niks. Ja, goed. Ik stond zo'n hark in. Hey, maar wat ik ook interessant vond, meneer, u had verteld dat u 2 hersenbloedingen hebt gehad. Ja. Heeft dat nog effect op dit moment op u? Ja, mijn korte termijn geheugen, wat ik al zei, hè. Morgen weet ik niemand dat ik met jou heb zitten praten. Nee? Nee. Ook niet dat u uw pincode aan mij hebt gegeven? Nee, dat ook niet. Dat was toch een verkeerde. Dus. Okay. Ik blijf het. Ja. Touché, vriend. Hey. Lekker, meneer. Ah, ja, en hij wil proberen. Gezonde zelfspot. Ik zeg ook altijd, ik heb de cijfers ook verkeerd gezien. Dus wat je hebt, klopt ook niet. Ik vond die grap uitmuntend. Uitmuntend. Hallo. Ze maken zelf chips hier. Het was een hele mooie werkplaats. Ik heb nog nooit zo'n supermooie werkplaats gezien. Maar wat mij het meest heeft geraakt vandaag... is precies het punt dat ik wilde aankaarten. Het gebrek aan zulke sociale werkplaatsen. Met name binnen de islamitische of moslimgemeenschappen. Wij als moslims hebben niks gedaan in Nederland, wat ik tot nu toe heb gezien, zoals dit. We excelleren niet. Totaal niet. Het is alleen maar... hoog preachen, de beste religie, de enige weg. Maar we doen niks voor de mensheid op dit niveau. Er is zoveel meer dat we kunnen doen en zoveel... Hoe weet je hoeveel moskeeën worden gebouwd van Qatar en wat er met miljoenen? Maar dit is het niet, hè? Dit? Ja, maar het is ook nog vaak een taboe onderwerp. Ja, dat is ons probleem. Dus... terwijl dat het niet zo mag zijn. We weten vanuit de islam dat er geen taboe is op niks. Maar vergeet, en dat wil ik wel, en dat is niet om even te relativeren of een lans te breken. De zorg wordt ook op een andere manier verleend binnen de gemeenschappen. Hè? Dus veel meer mantelzorg, veel meer aandacht onderling, et cetera. Dus het is ook op een andere manier vormgeven. Neem niet weg, broeder, dat ik je ook gelijk geef. Maar ik wil dat toch wel een beetje... Ik heb liever, broer, ik heb liever dat wij als gemeenschap gewoon een... Net een gebouw, gewoon een gymzaal hebben waar we in bidden. Ja. Nee, echt een gymzaal. Mm-hmm. In plaats van om over het hart te krijgen om voor miljoenen van die mooie gebouwen te bouwen... waar het gevoel en de samenleving in die hart helemaal uitverdeeld is. Weet je wat je met dat geld kan doen? Daar heb je zeker een punt. Hoeveel dingen we kunnen aanpakken? Ja, toen werd het bij mij wel even persoonlijk. Er was een meisje en die kwam naar mij toe. En die liep met een koffer rond, weet je wel. En die zei, oh ja, ik kan even, ik ken jou van je filmpje, van Mohammed's meningen... Ik ben bang voor de dood. Ja, ik heb haar mijn gegevens gegeven. De dag daarna stuurde ze mijn bericht, zegt ze, is er een moskee waar ik kan slapen, want ik ben dakloos. Ja. En mijn hart breekt, ik kan niks. Kijk, mensen denken vaak dat je alleen getest wordt de persoon die iets meemaakt. Maar uiteindelijk kijkt Allah ook naar hoe je iedereen omgaat met dat soort mensen. Je hebt niet alleen broeders en zusters in religie, ook broeders en zusters in Bani Adam, oftewel kinderen van Adam. Al deze mensen zijn familie van ons. Ze zijn dezelfde schepping. Tijd om wat te doen, man. Ik zeg je eerlijk, klaar. Ik zeg, daarom doe ik wel mijn opleiding. Echt jouw liefde voor de medemens. Echt respect, man.
kunnen veel nog aan leren. Ja. Het was niet alleen boosheid wat ik bij Mohammed zag. Ik voelde ook heel veel verdriet. Oprechte verdriet. En dat raakte mij het meeste. Geloof me, ik doe zelf ook veel te weinig, hoor. Echt waar. Ik kon mijn tranen niet bedwingen, omdat het gewoon iets is wat mij raakt. Wat ik van God heb gekregen, deze ogen, ik zie ze echt als iets moois. Maar ze houden me wel tegen. Op heel veel punten. En daar is gewoon niet genoeg over nagedacht. En niet alleen over mij. Ik heb het nog makkelijk. Ik kan mijn mond open trekken. De eensgezindheid van de groep over dit onderwerp is groot. Maar het voorval van de vorige dag speelt Fitria parten. Naar aanleiding van gisteren. Ik wil me eigenlijk verontschuldigen tegenover de hele groep. Voor wat ik eigenlijk heb gezegd. En dat ik jullie als mensen begon te beoordelen. Dat totaal niet mijn plek is en totaal ook niet mijn recht is. Ik waardeer het, maar voor mij hoeft die excuses niet. Want we leven in een samenleving met heel veel diversiteit. En zoals ik er naar kijk, we moeten ook leren dat we gewoon verschillende meningen hebben. En dat je ook dat gesprek met elkaar aangaat. En wat je dan merkt, is dat meningen beginnen te veranderen. Je begint op een andere manier naar elkaar te kijken. Dus I appreciate it, maar voor mij had het niet gehoeven. Thank you. Nee, maar het is voor mij ook een leermoment. En ik wil gewoon nog heel graag van jullie leren. Ik heb het gevoel dat zij deels het heeft goed gemaakt om zichzelf weer terug in de groep te vestigen. En ik heb mezelf heel erg, moet je heel eerlijk weten, ik heb me ingehouden. Ik heb me expres ingehouden om op dat moment niet in te gaan op haar slappe excuus. Ik vind dat moedig en al een voldoende grote stap dat je dit, zo... Eigenlijk wilde ik alleen maar dit kwijt, omdat ik dat echt op mijn hart had sinds gisteren. Maar wat er hierna gebeurt, daar heb ik ook geen controle over. Ik zou heel graag nog iets tegen Hajir zeggen, maar ik heb niet het gevoel dat hij daar nu oor naar heeft. Dus dan wil ik het ook even laten rusten. Volgende. Ja. Zit ik ermee? Nee. Zit ik met het feit dat ik haar niet spreek? Totaal niet. Fijn om alleen de mensen te spreken die me wel hebben gezien voor wie ik was. Niet de persoon die me heeft aangekeken en mij een hele tijd in achterhoofd heeft gezegd: jij bent geen moslim, vriend. Zeg wat je wil, maar jij bent geen moslim. Arbi neemt het initiatief om Hajir tot rede te brengen. Door gewoon niet in dialoog met haar te gaan, heeft het ook een effect op de groep. We kennen jou niet zo. Nee. Iemand die stug en afgesloten is en wegloopt. Ik heb haar verplaatst naar het niveau van de eerste beste persoon die ik op straat zet. Die ik op straat zou tegenkomen en tegen mij zeggen: jij bent geen moslim. Top! Ik kan je garanderen, het zal niet de laatste keer zijn dat iemand tegen jou gaat komen zeggen van: hey, ik vind dat jij geen moslim bent. Ik heb een lange reis gehad om uiteindelijk te komen waar ik ben. En er zijn precies opmerkingen zoals dat die me er heel lang afzijdig van hebben gehouden. Angstig voor geloof. Jij bent op dat moment gelijk weggevaagd van mijn manager. Na een week lang met diegene te hebben gezeten, zo'n oordeel kan vellen. Het enige wat ik tegen je wil zeggen, Hajir, is dit. Dit is een primaire, oprechte, rauwe reactie die ik goed snap, want ik heb vaak genoeg ook op die manier gereageerd. De vraag is voor jezelf, is wat wil jij voor jezelf de komende periode leren om met dit soort situaties om te gaan? Want nu kun je ervoor weglopen, of hoe je het ook wil noemen, op deze manier reageren. Respecteer ik, broer. Maar in de toekomst ga je op momenten komen dat je niet op deze manier kan reageren. Ik heb het gevoel dat vanwege mijn reactie het opgewekte medelijden ervoor heeft gezorgd dat jullie het meer met een ding zijn gaan benaderen met: het is niet erg. Oh ja. Nee, dat zeg ik niet. Nee. Ik zal het zo uitleggen. Er komt wel een dag of een moment dat je het moet verwerken. En op dit moment ben je jezelf in de weg aan het staan. Dat moet je voor jezelf nog eventjes onderzoeken. En dat wil zeggen ook dat je een gesprek moet aangaan met die persoon. Klopt. Zo komt het bij mij op, snap je? Jij hebt nu wel je punt duidelijk gemaakt. Je hebt het duidelijk gemaakt. Nu doe je me alleen maar pijn. Nu doe je me alleen maar pijn. Dat is goed. Het was even, hè? Staat ze hier nou echt? Wat is er gebeurd? Ik had niet verwacht dat ze nog terug zou komen, althans dat had ik niet gedaan. Hoe vind je dat ik heb gesproken over homoseksualiteit? Dat jij dat raar vindt, zeg je toch? Nee, ik zeg dat het een grote zonde is. Ja, niet iedereen hoeft het te respecteren, maar dat is wel hoe ik denk. Nee, niet alleen dat. Niet alleen dat. Want dan vind ik je wel zwak. Het is echt rauw. Ja. Hier is het.
NTR, speciaal voor iedereen.